Hoe is het leven ontstaan? Weten we niet precies. Het lijkt wel waarschijnlijk dat er een planeet van het aardse type voor nodig is geweest. Die dus net voldoende dicht bij een ster om goed warm te zijn. En niet zo dichtbij dat het kookt. En niet zo verder bij vandaan dat de hele boel bevriest. Wij weten uit metingen van moleculen tussen de sterren dat spontaan, door spontane chemische reacties tussen de sterren, ontzettend veel in zeer ingewikkelde chemische combinaties ontstaan. En als je op een planeet zoals de aarde dat laat gebeuren, dan gebeurt het veel sneller, omdat er veel meer deeltjes in een liter gaan, bij wijze van spreken. Al die chemische reacties die hebben uiteindelijk tot een replicator geleid. Iets wat zichzelf min of meer exact vermenigvuldigde. En daarbij moet je niet aan een DNA-molecuul denken. Dat is waarschijnlijk iets heel anders geweest. De gedachten zijn op dit moment dat het een vroege versie van het RNA-molecuul is geweest. Dat denkt men zo ongeveer. Maar als je een replicator hebt, dan heb je ogenblikkelijk ook selectie. Want iets wat een beetje beter zich vermenigvuldigt dan een ander, heeft dan een streepje voor. Dus die Darwiniaanse selectie zit op moleculair niveau er dan al in. En het idee is over het algemeen dat op die manier die replicatoren zijn ontstaan. Dat dat dan op den duur heeft geleid tot zeer ingewikkeld cellulair leven, dat is men het niet helemaal over eens. Maar de gedachte is dat als zo'n replicator zichzelf kan afzonderen van de rest door er een celmembraan omheen te maken, en dat kan vaak uit vetachtige stoffen, kun je van die bolletjes maken, dat dat een hele belangrijke stap geweest is. Want dan kon in afzondering konden die chemische reacties verder doorgaan. En dat heeft dan uiteindelijk blijkbaar in 4,6 miljard jaar tijd geleid tot het ingewikkelde leven wat we nu op aarde zien. Dus in wezen is het leven ontstaan uit hele ingewikkelde moleculen die onder bijzondere omstandigheden zichzelf gingen reproduceren. Ja. Dat is heel waarschijnlijk, ja. Dat heeft men ook in het laboratorium kunnen nabootsen. Voor ons als levend wezen is dat natuurlijk zo apart en iets anders dan al het andere wat we waarnemen, dat daar dan dus ook een hele bijzondere status aan een mens heeft altijd de neiging gehad om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. En dan denken we, nou, wij leven, dus het leven zal wel iets heel bijzonders zijn. En misschien is dat wel niet zo. Nee. Misschien wel heel erg gewoon. Nee. Dat weten we niet precies. Het zou natuurlijk buitengewoon boeiend zijn om de gevolgen van leven op andere planeten waar te nemen. En dat zal ooit wel gebeuren. Ja, het is weer de tijd voor een beetje heiterkeit. En man ziet den Kopf zerbricht. Doet je zorgen, doet je het niet. Hallo, best onbelangrijk. Als wij nu eens 100.000 jaar vooruit zouden kijken in de geschiedenis van de mensheid, dan denk ik dat wij geloven zoals we die nu hebben ook op een soort Sinterklaasbasis zullen duiden. Er was ooit een tijd dat. Zoals de polytheïstische godsdienst uit de oudheid. Ja, niet alleen dat. Op de lagere school hoorde je over Donar, die met zijn wagen over de wolken reed. Ja. En dat wordt nu volstrekt belachelijk gevonden, omdat wij met een straalverkeersvliegtuig door diezelfde wolken heen kunnen vliegen en nog nooit daar Donar hebben aangetroffen met zijn zilveren hamer. Nee. Maar dus als we met de snelheid van het licht straks met een ruimteschip toch door de ruimte kunnen, dan zeggen we ook van, nou, die man met die baard zijn we nooit tegengekomen. En die zijn we dus ook nog nooit tegengekomen. En dus vandaar dat voor de meeste wetenschappers dat gewoon een afgehandelde zaak is. Ja. Dus al die verschillende vormen van geloof, dat zijn allemaal neefjes en nichtjes van Donar. En er is objectief, logisch gezien, geen enkele reden waarom een man met een zilveren hamer die in een kar over de wolken rijdt, waarom dat gekker zou zijn dan iemand die door handoplegging een dode kan doen herreizen. Objectief gezien zijn die allebei even onjuist. Ja, en bizar. Voor mij tamelijk bizar, ja.